kleine warming-up. Dus heel vaak hebben wij, wat ik vroeger ook, snel zwemmen, meteen het water in. Maar het is ook echt van, misschien kan je ook wat over vertellen, om een beetje los te raken. 11 keurige zakenmannen gaan op 30 augustus voor het goede doel van Europa naar Azië zwemmen. We proberen dus geld op te halen door middel van een zwemactie in Turkije. Daar gaan we de Bosporus over zwemmen. Dat is 4,5 kilometer in 90 minuten. Zee, kwallen, zout, stroming, allerlei spannende dingen. We zijn ontzettend blij dat we hier bij Pieter en Robert mogen zwemmen en van de meesters kunnen leren. En dat is een hoge uitzondering, want Pieter van de Hogeband geeft eigenlijk nooit clinics. VDH begint zelfs te stamelen, want zij moet uitleggen hoe de gelegenheidstopsporters bij hem terechtkwamen. Ja, dat vind ik moeilijk om. Het is helemaal niet moeilijk om te zeggen. Het is gewoon. Er zitten ook mensen binnen de groep die ook een goede band hebben met onze. Onze prins Willem-Alexander en die doet wat dat betreft ook nooit een beroep op ons en hij heeft een hele leuke enthousiaste vriendengroep en deze jongens die snappen het ook hoe het moet, hoe je dat het beste andere mensen kunt helpen en ik dacht van nou, daar moet ik gewoon even ook mijn best voor doen. Zijn koninklijke hoogheid lag zelf niet in het water vrijdag. Ik heb hem niet gezien, dus nee, die zwemt niet mee.